Twee maanden geleden vertelde ik jullie naar aanleiding van mijn allereerste kilometers in Nederland met de nieuwe Hyundai Kona Hybrid dat ik die nieuwe Kona een van de beste auto's in zijn klasse vind geworden. Het is de combinatie van exterieur en interieur design, al blijft dat natuurlijk subjectief, maar ook de bouwkwaliteit, de isolatie aan boord, de gebruikte materialen, de noviteiten en natuurlijk de riante keuze voor wat betreft de aandrijflijnen die Hyundai hier levert met die nieuwe Kona. En ja, wat daar natuurlijk ook bij hoort is de volledig elektrische versie, want dat is de auto waar ik persoonlijk enorm naar heb uitgekeken nadat ik er in februari voor het eerst kennis mee maakte in Berlijn, statisch rondom de auto in een studio. En vandaag is het zover, tenminste de afgelopen 3 dagen. Want de afgelopen 3 dagen heb ik zoveel mogelijk kilometers gereden met de nieuwe Kona Electric en in deze video vertel ik jullie er dan ook alles over. Ja, laten we eerst even beginnen met een veelgebruikte term door de Hyundai engineers en de designers gedurende die statische introductie in Berlijn. Want zij spraken vooral over het upscalen van het model. De Kona moest echt een mooie evolutie laten zien voor wat betreft het exterieur design, het interieur design, de afwerking en jawel alle noviteiten aan boord. Tal van noviteiten die ik zojuist gedurende de introductie al met jullie besprak. En dat moest dan ook zeker gaan gelden voor de electric versie in de vorm van dat is het nieuwe vlaggenschip van het model. En ja, wat mij betreft, naar aanleiding van die eerste kennismaking met de nieuwe hybrid variant, is dat absoluut waarheid geworden. De nieuwe Kona is echt een enorme stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger en we mogen dan ook met recht spreken van upscaling van het model. De nieuwe Kona Electric stond qua design aan de basis van alle Kona varianten. Desondanks onderscheidt hij zich met een eigen identiteit. Zo is met name het front van de auto herkenbaar dankzij het anders vormgegeven onderste gedeelte van de voorbumper. In dit front vind je nog steeds de oplaadpoort die in de nieuwe Kona zelfs is verwarmd en tot temperaturen van min 30 het opladen van de auto moet vergemakkelijken. Verder zien we de pixelated seamless horizon verlichting die de voorkant van de Kona een high-tech en eigentijds voorkomen geeft. Niet standaard, want net als de deftigere LED-projectiekoplampen tref je deze verlichting pas vanaf de Comfort Smart uitvoering aan. Verder zien we net boven de kentekenplaat actieve aerodynamica in de vorm van ventilatieroosters die op afroep kunnen worden geopend of gesloten omwille de koeling of verwarming van het batterijpakket. Aan de achterkant zien we in navolging van het front ook hier de seamless horizon verlichting en dat vormt zeker met het pixeldesign in de achterbumper een fraai geheel. Mooi en chic is bovendien de lakkleur van de testauto Meta Blue Pearl. En om het geheugen nog even wat extra op te frissen, de Kona is ten opzichte van zijn voorganger een behoorlijk stuk gegroeid. Had zijn voorganger een lengte van 4,16 meter en een breedte van 1,80 meter, de nieuwe Kona is 19 centimeter langer, 2,5 centimeter breder en ook in de hoogte groeide hij met een halve centimeter. De wielbasis nam daarnaast met 6 centimeter toe. Het gewicht? Ja, ook een plus, maar minder fors dan je in eerste instantie zou vermoeden, want ondanks dat zowel de auto als het accupakket iets groter zijn geworden, nam het gewicht met slechts 30 kg toe naar een totaal van 1690 kilo voor de 65 kWh variant. Stap ik aan boord van de nieuwe Kona Electric, dan stap ik aan boord van een nieuwe Kona, want ten opzichte van zijn voorganger zijn alle varianten van de nieuwe Hyundai Kona gebaseerd op de elektrische versie. Wat betreft het exterieurdesign, maar ook in het interieur. Zeker als we hem vergelijken met de hybride variant. Want beide auto's beschikken bijvoorbeeld over shift-by-wire technologie en dat betekent dat we hier een draaiknop achter het stuur aantreffen, net als in de Ioniq 5 en 6, waarmee je een versnelling kan selecteren. En dat betekent dan weer dat heel deze middentunnel vrij is gebleven wat betreft de indeling. We treffen een enorm opbergvak aan, we treffen mooie bedieningselementen aan,
daarvoor een draadloze telefoonlader, USB-C aansluitingen waarbij je zelfs kan kiezen om Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken of louter jouw mobiele telefoon op te laden. Dus je kan de functie van die USB-C aansluiting kan je switchen. Climate control systeem daarboven, dual zone tegenwoordig en natuurlijk 2 12 inch grote schermen recht voor je neus. Multimedia navigatiesysteem er in het midden en een digitaal instrumentarium recht voor je dat je alle informatie over de auto verschaft. En vanaf een completer uitrustingsniveau tref je ook een head-up display aan dat niet langer het beeld projecteert op een uitklapbaar plastic schermpje, maar direct in de voorruit. En dan hoor ik je denken, oh, dat is net als in de dure premium auto's. Dat is absoluut waar. Maar het voordeel van zo'n plastic schermpje dat omhoog klapt, is dat je alle informatie ook kan aflezen op het moment dat jij een zonnebril draagt met gepolariseerde lenzen. Dat is bij het systeem dat Hyundai nu gebruikt iets minder goed mogelijk. Maar kijken we weer even naar de basis van het interieur, het zitcomfort, de verstelbaarheid, al dat soort zaken, ja, gewoon top. Sowieso ben ik zelf een enorm fan van Hyundai stoelen. Ik vergelijk ze een beetje met de Volvo stoelen van weleer, al geldt dat nog steeds wel voor dat Zweedse merk. Maar de stoelen zijn goed gevormd, hebben een lange zitting, goed geprofileerde rugleuning en zoals je kan zien, hoofdsteun zit ook goed binnen het bereik van je hoofd. Wel opvallend, Hyundai is afgestapt, in sommige modellen althans, van de verstelbaarheid naar de voorkant of achterkant van die hoofdsteun. Ze hebben nu een gefixeerde positie, maar desalniettemin, ik vind het persoonlijk prima binnen hoofdbereik zitten. Vanaf een completer uitrustingsniveau tref je op de stoelen een lendensteunverstelling aan en in deze premium uitvoering van de Kona Electric zijn de stoelen elektrisch verstelbaar, inclusief een memory. En dat is nieuw in de Kona, want dat was voorheen niet mogelijk en enkel voorbehouden aan zijn broeder, de Kia Niro. Fijn is ook de uitstekende verstelbaarheid voor het stuurwiel. Kan je lekker ver naar je toe trekken, je kan het goed in de hoogte bijstellen. En de aflegruimte voor beide ellebogen, zowel aan het deurpaneel als uiteraard deze middenarmsteun. En zoals je kan zien, ik zit dan ook erg uitgerust achter het stuur van de nieuwe Kona. Wat mij wel opvalt, ik positioneer mijzelf net even iets hoger ten opzichte van het stuurwiel met de stoel dan dat ik normaal doe in andere auto's. Normaal houd ik ervan om wat lager in het interieur te zitten. Maar de stoelverstelling van deze Kona kan dermate laag dat ik het eigenlijk net even iets te laag vind voor dit type auto. Is mij niet eerder gebeurd. Ja, en zoals ik ook al zei in de Kona Hybrid, ook hier staat de afwerking en de bouwkwaliteit op een erg hoog niveau voor deze klasse. De gebruikte materialen zijn mooi, het steekt allemaal heel solide in elkaar, er is geen rammeltje waarneembaar. En dat in combinatie met de uitstekende geluidsisolatie, echt een enorme upgrade ten opzichte van zijn voorganger, zorgt dat echt voor een hele fijne cabine wat betreft het totaalpakket. Moet ook wel, want de concurrentie zit ook niet stil. Denk ook zeker aan die eerder genoemde Kia Niro en nieuwkomers als de Volvo EX30. Het digitale instrumentarium recht voor je neus verschaft je alle informatie dat je nodig hebt. Denk uiteraard aan het verbruik, de maximaal te rijden afstand en in dit geval ook de recuperatie van het regeneratief remmensysteem. Want ten opzichte van de vorige generatie Kona heb je nu ook de mogelijkheid om een one-pedal driving functie te gebruiken, het zogenaamde iPedal. Dit schakel je in door één rukje, een trekje aan de linker flipper te geven en op dat moment staat iPedal ingeschakeld. En op het moment dat ik dan het stroompedaal loslaat, zal de auto helemaal tot stilstand komen. En dan is het dus mogelijk om louter via dat stroompedaal de auto volledig van stilstand tot maximum snelheid te bedienen en andersom. Dit iPedal werkt erg goed en samen met de mogelijkheid dat de auto continu voelt aan de voorkant wat het overige verkeer doet, daar remt hij ook automatisch op af, niet alleen als je de cruise control functie gebruikt en het feit dat de auto in staat is om rekening te houden aan de hand van navigatiedata met hoogtestijgingen of het afdalen van een berg, zorgt het ervoor dat er altijd een mooi neutraal rijkarakter moet zijn. In deze premium uitvoering krijg je bovendien mooie technologie die we ook aantreffen in de IONIQ 5, de IONIQ 6 of bijvoorbeeld de Tucson. En dat is de mooie dode hoekcamera. In combinatie met een dode blinde hoeksysteem dat waarschuwt met waarschuwingslampjes in de buitenspiegels, zien we ook twee camera's die het beeld projecteren op het scherm recht voor je neus. Sowieso barst de nieuwe Kona uit zijn voegen voor wat betreft de veiligheidssystemen. Alles zit erop en aan. Een autonoom noodremsysteem met voetgangers en fietsersdetectie, een autonoom noodremsysteem gedurende het parkeren als je bijvoorbeeld achteruit rijdt en je komt toch net even iets te enthousiast in de buurt van bijvoorbeeld een paaltje, een muur, een voertuig
of een persoon, dan trapt die zelfstandig op de rem. En we zien uiteraard ook zaken als een rijstrookassistent en zelfs qua comfort Highway Driver Assist. En dat betekent dat de auto op snelheid in staat is om level 2 autonoom te rijden. Denk hierbij aan een actieve stuurassistent, een adaptieve cruise control en zelfs de mogelijkheid dat de auto autonoom inhaalt en weer teruggaat naar de rijstrook. Het rechterscherm, het multimedia navigatiesysteem, ook in dat systeem, nieuwste generatie software, echt een stuk vlotter dan voorheen. Ja, barst uit zijn voegen voor wat betreft de mogelijkheden. Denk uiteraard ook aan een 4G-connectie, dus de auto is continu verbonden met het internet. Maakt over-the-air updates mogelijk, live verkeersinformatie, app-connectiviteit met de BlueLink smartphone-app. Dus je kan tal van over tijd op afstand van de auto inzien en bedienen. Climate control functie bijvoorbeeld, maar ook het plannen van een route via snelladers. Althans, dat doet de auto zelf als je daar opdracht toe geeft. Stel, ik voer nu in dat navigatiesysteem Berlijn in. Ben ik vorige week toevallig geweest voor de introductie van de Mitsubishi Colt met een Tesla. Dan zal de auto aangeven aan de hand van de resterende rijkwijdte in het accupakket dat de bestemming niet kan worden bereikt met dit accupercentage. Op dat moment vraagt hij dan ook om te gaan zoeken naar EV-snelladers. Dit zal hij dan ook gaan doen en hij geeft dan ook echt mooi aan dat je bijvoorbeeld een uur moet laden aan die ene snellader. Wel valt het mij op dat er eigenlijk continu wordt voorgesteld dat ik laad tot 100%. En dat vind ik wel een klein beetje apart. Maar als het goed is, ga ik daarop reageren in deze video met voice-over. En zo geschiedde, want het antwoord vanuit de Hyundai Nederland was duidelijk. De laadpunten die worden aangegeven waren ter indicatie en je diende er één te kiezen. Het 100% advies daarentegen was juist. Gelukkig kan je dit aanpassen in het EV-menu van de auto waar je het maximale oplaadpercentage in kan stellen op 80%. Dit vanwege het feit dat het slimmer is om tot maximaal 80% te laden omwille de snelheid. De laatste 20% duren namelijk net zo lang als de eerste 60. In het systeem kan je tal van zaken van de auto ook configureren. De interieurverlichting bijvoorbeeld in verschillende kleuren. Het gedrag van de veiligheidssystemen, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een geluid dat de elektrische aandrijflijn produceert via de speakers. Ik zal het eventjes laten horen als ik nu bijvoorbeeld de versterkte modus inschakel en ik geef gas. Best leuk, maar ik heb hem uiteindelijk gewoon maar uitgezet, want ik vind het eigenlijk een beetje een... Het is een grappige feature en ik zou het best wel op zijn plek vinden in bijvoorbeeld een sportieve versie van de IONIQ 5, 6 of uiteindelijk een Kona N-Line bijvoorbeeld. Maar in deze normale Kona Electric vraag ik het niet om en zit ik ook absoluut niet op te wachten om heel eerlijk te zijn. Maar goed, het kan dus wel. Ja, en dan voor wat betreft de configuratie van de veiligheidssystemen. Want de Europese Unie vereist dat tal van fabrikanten systemen leveren als een driver monitoring systeem en een systeem dat continu waarschuwt voor de maximum ter plekke geldende snelheid. Dat doet de Kona Electric dus ook, net als de eerder geteste Kona Hybrid. Maar Hyundai heeft het wel mogelijk gemaakt om deze systemen zo snel mogelijk uit te kunnen schakelen. Want het betekent vooral dat op het moment dat ik thuis bijvoorbeeld wegrijd in een 30-zone, zodra ik 31 rijd, krijg ik al een waarschuwing. En dan is het plung, plung, plung. En als ik dan vervolgens hier te lang naar rechts kijk, dan begint de bestuurdersmonitor ook te piepen. Aandachtsverlies gedetecteerd. Word je stronnerveus van. Maar Hyundai heeft het zo gedaan dat je deze stelkoppelingen om al die veiligheidssystemen weer even met één druk op de knop uit te schakelen kan programmeren onder het favoriete knopje op het dashboard. Als ik dat favoriete knopje dan ook indruk, dan zie ik hier rijcomfort, rijveiligheid, driver attention warning, snelheidslimiet en parkeerveiligheid. En al die systemen kan ik dan individueel configureren, maar vooral uitschakelen. Dus dat is wel prettig. Maar let wel, dit is dus niet Hyundai's schuld, maar gewoon puur het gevolg van de vereisten vanuit de Europese Unie om ons gewoon zo veilig mogelijk op de weg te houden. Maar waar we de groei van het model qua centimeters, maar ook qua upscaling echt kunnen merken, dat is op de tweede zitrij. Want zoals je kan zien, zit ik hier heel comfortabel. Ik heb meer dan voldoende ruimte voor mijn benen bijvoorbeeld. Kijk eens even, daar kan gewoon nog een setje benen tussendoor lopen. Ik kan mijn voeten voortaan goed onder de stoel voor mij kwijt. Ik heb een comfortabel gevormde zitbank die ook onder een fijne hoek staat. Dus ik zit niet heel erg opgetrokken met mijn benen. En het is een bank die een soort van vlak is. En dat betekent dat iemand op de middelste zitplaats ook prima
kan zitten voor wat betreft het comfort. Ik heb een vlakke vloer, dus ook de ledematen kunnen daaronder een plekje vinden. Maar als je met twee personen op de tweede zitrij hebt plaatsgenomen, geniet je van een neerklapbare middenarmsteun met bekerhouders. We zien vanaf een completer uitrustingsniveau ventilatieroosters, een 220 volt aansluiting, dus een normale stekker aansluiting en twee USB-C oplaadpunten. Netjes in de voorstoelen zorgen ervoor dat je spulletjes kan opbergen en we zien zelfs achterbankverwarming met drie standen voor extra comfort. Nog meer opbergruimte, dan treffen we ook een bekerhouder hier in de portieren aan, maar dan dient het flesje niet groter te zijn dan een halve liter. Kijken we naar de kofferruimte van de Kona Electric, dan zien we ook hier een groei. In standaard configuratie kan de Kona Electric onder zijn hoedenplank 407 liter bagage kwijt. Dik 70 liter meer dan zijn voorganger. Een dubbele laadbodem zorgt er bovendien voor dat je de laadkabel onder de vloer op kan bergen. Klappen we de achterbankleuning in een verhouding van 40-20-40 neer, dan ontstaat er een nagenoeg vlakke laadvloer met een maximale inhoud van 1300 liter. En dat is maar liefst bijna 200 liter meer dan bij de oude Kona Electric. Maar dat is nog niet alles, want de nieuwe Kona kan ook nog eens 27 liter onder zijn motorkap kwijt en dat is precies groot genoeg voor het herbergen van bijvoorbeeld de laadkabel of een V2L aansluiting. Want jawel, middels een speciale stekker, die standaard is vanaf de Premium, is het mogelijk om huishoudelijke apparaten aan te sluiten op de Kona, waarna deze dient als een enorme powerbank. Op de Comfort en Comfort Smart uitvoering is deze optie samen met de warmtepompinstallatie verpakt in een 1500 euro kostend optiepakket. En ja, dat betekent dus dat de Kona in tegenstelling tot de Niro wel standaard of optioneel wordt geleverd met een efficiënte warmtepompinstallatie. Slimme zet van de Hyundai. Ja, en dan de aandrijftechnologie van de nieuwe Kona Electric. Om te beginnen is de auto leverbaar met twee verschillende accupakketten. Een versie met 48,8 kWh inhoud en een variant met 65,4 kWh inhoud. Twee mooie pakketten die een range mogelijk maken van respectievelijk 377 km voor het kleine accupakket en 514 km voor de grote accu. Let wel, dit is dan wel een combinatie met het 17 inch lichtmetalen wiel, want dat is het efficiëntste formaat onder de Kona Electric. De kleine accu wordt gekoppeld aan een elektromotor die 156 pk levert en de grote accu wordt geleverd in combinatie met een elektromotor die 218 pk aflevert aan de voorwielen. Het koppel is voor beide versies gelijk, 255 Nm en dat is best wel opvallend, want het is wederom gelijk. En dat terwijl de vorige generatie Kona, die ook werd geleverd met twee accupakketten en twee verschillende elektromotoren, die auto's hadden ook eenzelfde koppel, zij het 390 Nm. Dus ze zijn er wel achter gekomen dat een dergelijk hoog koppel voor een voorwielaangedreven crossover misschien net even iets te heftig is. Grappig is ook bovendien dat de hybride Kona meer koppel kan leveren met 265 Nm in totaal. Sprint de instap Kona Electric met de kleine accu in 8,8 seconden naar de 100 km per uur. De sterkste variant met de grote accu heeft daar een seconde minder voor nodig met een 0 tot 100 sprint in 7,8 seconden. De topsnelheid 162 voor de kleine accu, 172 voor de grote batterij. Het opladen ervan dat gaat standaard via een 3-fase 11 kW sterke boordlader voor beide versies. En dat betekent dat de kleine accu in ongeveer 4,5 uur is gevuld. En de grote accu heeft net iets langer nodig met in totaal 6 à 6,5 uur. Snel laden kan de nieuwe Kona Electric uiteraard ook. En voor beide accupakketten geldt dat er een upgrade is geweest voor wat betreft het maximale aantal kilowatts. Het piekvermogen is verhoogd. Zo kan de instapaccu laden met maximaal 75 kW, als ik het goed heb was dat 50 kW en de grote accu kan nu maximaal worden bijgeladen met 101 kW. Dit betekent dat beide varianten onderaan de streep een 10-80% vulling kunnen afronden in 41 minuten. Nog steeds niet het snelste, ook zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld de op handen zijnde Volvo EX30. Die is net even iets vlotter, die schiet als ik het goed heb onder het half uur in totaal, maar 41 minuten.
Dat vind ik in de praktijk voor het type auto een keurig resultaat. En het is echt wel een stukje vlotter dan zijn voorganger, die toch al snel 3 kwartier tot 50 minuten nodig had om eenzelfde accupercentage te bereiken. Noviteiten als het kunnen preconditioneren van het accupakket in aanloop naar een snellaadsessie via het multimedia navigatiesysteem. Dus dan wordt het accupakket op temperatuur gebracht, zodat je altijd kan beschikken over het maximale snelheidsvermogen. Zorgen er bovendien voor dat je ook gedurende de winterse periode kan genieten van deze 10-80% vulling in dus 41 minuten. Maar wat blijkt? Hyundai heeft een fikse slag om de arm gehouden voor wat betreft de maximale snelheidssnelheid in de nieuwe Kona. Sterker nog, het merk lijkt behoorlijk veel aandacht te hebben besteed aan de laadcurve. Een 10-80% snelheidssessie bij Fastnet toonde namelijk aan dat de Kona bij een percentage van 63% nog steeds dik 100 kW tot zich nam. Ter vergelijking, zijn voorganger kwam nimmer boven de 80 kW en kakte vanaf 55% percentage in tot ongeveer 50 à 60 kW maximaal. De combinatie van het hogere snellaadvermogen en de mooie laadcurve zorgde er gedurende mijn test dan ook voor dat de snellaadsessie in 37 minuten werd afgerond in plaats van 41. Kijken we aan de hand van 500 testkilometers met de auto naar het gemiddelde energieverbruik, dan zie ik uiteindelijk een gemiddelde van 15,3 kWh op 100 km. Een keurige score, want hiermee is een range mogelijk van 420 km in de praktijk. Let wel, dit geldt dan voor de premium versie met 19 inch lichtmetalen wielen. Een auto voorzien van 17 inch lichtmetaal zal een stuk verder komen. Dit verbruik is het resultaat van een gemixt traject waarvan de helft over de snelweg met maximaal 105 km per uur op de cruise control. Rijd je harder in de vorm van 130 km per uur, dan loopt het energieverbruik al snel op naar een gemiddelde van om en nabij de 21 kWh op 100 km. Ja, en waar ik ook benieuwd naar was ten opzichte van de eerder geteste Kona Hybride, hoe rijdt de Kona Electric? Nou, om te beginnen is het goed om te weten dat de Kona Electric ten opzichte van de Hybride net geen 300 kilo zwaarder is. Het rijklare gewicht zit rond de 1750 kilo in totaal en dat is best wel een fors gewicht, maar wel conform het segment. Ook wordt de electric versie geleverd in de premium uitvoering met 1 inch grotere wielen, 19 inch in totaal. En dat zijn dus twee zaken die het rijcomfort zomaar even kunnen beïnvloeden ten opzichte dus van die eerder geteste Kona Hybrid. Doen ze dat ook? Ja. Maar niet zo nadelig als ik in eerste instantie had verwacht. Want de Kona Hybrid blijft een zeer prettige metgezel om dagelijks mee te rijden. Hij heeft lekker veel rust in het onderstel en meer dan uitstekende rechtuitstabiliteit. Laat zich niet zoveel afleiden door bijvoorbeeld factoren als zijwind en dat soort zaken. En het blijft bovendien een auto die heel rustig in- en uitveert op bijvoorbeeld een drempel. Hele fijne auto om dagelijks mee op pad te zijn. Maar je merkt wel dat hij overal gezien net even iets fermer is afgeveerd en dat die 19 inch lichtmetalen wielen echt net even iets meer invloed hebben op het veergedrag en met name op de korte oneffenheden. Soms kan je hem een klein beetje betrappen op wat gerammel en gedribbel vanuit het onderstel en dat is iets dat absoluut achterwege bleef bij de hybride variant. Desalniettemin zorgt de prettig directe stuurinstallatie en de goede fine-tuning voor wat betreft de veren en dempers rondom er ook voor dat de auto echt nog wel wat rijplezier kan bieden als je ervoor gaat. Maar eerlijk is eerlijk, daar is het niet het type auto voor. Het is vooral gewoon een fijne, comfortabele auto om dagelijks mee te rijden en ook zeker de lange afstanden. Helemaal gezien die uitstekende rechtuitstabiliteit en het fijne zitcomfort van de Kona Electric. En ook zeker dat in combinatie met de uitstekende actieve veiligheidssysteem als Highway Driver Assist. Ook merk je echt wel op dat het reduceren van het koppel, let wel, er is dik 140 Nm afgegaan ten opzichte van zijn voorganger, zorgt voor meer rust in het onderstel en in de aandrijflijn. Want het is niet zo dat je nu continu die elektromotor op de voorwielen, het is een voorwiel aangedreven auto, wat meer voelt trekken in het stuurwiel. Dat is echt gereduceerd ten opzichte van zijn voorganger en dus echt wel een stuk verbeterd. Ja, de nieuwe Hyundai Kona Electric is absoluut een auto geworden die jou als berijder van de vorige generatie kan doen besluiten om trouw te blijven aan het merk en het model. Er is op alle fronten sprake van een fikse upgrade. Voor wat betreft het formaat, de ruimte, het design, de afwerking, noviteiten en ook zeker de range. De upgrade van het snelheidsvermogen, de laadcurve, actieve batterijverwarming en EV-routeplanning zijn stuk voor stuk EV-wapenfeiten die er vandaag de dag toe doen.
Kijken we naar de prijs, dan stappen we in vanaf €39.995 exclusief subsidie. De versie met het grootste accupakket kost je minimaal €4.000 meer. De geteste premium vraagt echter een fors hogere investering van net geen €50.000 en dan wordt het tricky. Dan bevindt hij zich namelijk in het territorium van bijvoorbeeld de Model Y van Tesla. Hoe je zich daar dan tegen verhoudt? Kranig, want waar de Model Y absoluut de betere EV is dankzij een nog efficiëntere aandrijflijn, een hoger snellaadvermogen en uiteraard de fantastische software, inclusief het supercharger netwerk van Tesla, zet de Kona daar meer verfijning in het onderstel, betere stoelen en noviteiten als een V2L aansluiting tegenover. Maar lastig is het absoluut en de Kona zou het dan ook echt moeten hebben van de versie voorzien van de kleinere accu of een variant met een wat eenvoudigere uitrusting. Dat zijn uitvoeringen die in aanmerking komen voor €3.000 subsidie vanuit de overheid, waarmee je zich wapent tegen Tesla. Vond jij deze video review van de nieuwe Kona Electric leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!